Kun je de volume van de tv minder hard doen en de deur beneden dicht doen? Ja, is goed. Oké, nee. Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik nieuwe make-up testen van de HEMA. Het is de BAE collectie. Het is de BAE collectie en het staat voor Before Anything Else. Nou, deze collectie van de HEMA was mij totaal ontgaan. Ik had er helemaal niks van meegekregen. Ik wist niet eens dat deze collectie er was of überhaupt kwam. Dus ik wil jullie vooral bedanken voor het spammen onder mijn vorige video's dat de HEMA een nieuwe collectie heeft en dat ik die moest gaan testen. Want ik ben echt op de hoogte gesteld door jullie, want ik wist echt van niks. Dus ik dacht, ik ga deze collectie meteen halen, zodat je nog deze zondag online kan komen. Dus ik heb €80 opgemaakt aan heel veel make-up van die collectie. Ik heb niet alles, ik heb gewoon van elke productgroep één dingetje gepakt, zodat ik zoveel mogelijk had voor een full face make-up. En ik ga het gewoon vandaag allemaal testen. Ik ben super benieuwd. Ik heb wel eens eerder video's gemaakt over de HEMA make-up, maar dat was van hun gewone collectie. Er zaten heel veel goede producten bij, dus ik ben super benieuwd naar deze collectie. Dus we gaan zien of dit beter is, slechter is. I don't know, ik vind het er wel allemaal heel cute uitzien. Dus ja, we gaan het gewoon proberen vandaag. Dus vergeet niet alvast te liken en te abonneren en op het belletje te klikken naast abonneren, zodat je echt mijn video's te zien krijgt. Want af en toe krijg je ze gewoon niet te zien, ondanks dat je bent geabonneerd. Oké, ik heb hier alle make-up. Het is allemaal een beetje licht roze. Ik hou van roze, dus ik vind deze verpakkingen echt geweldig. Het enige wat ik al heb gedaan is een dagcrempje op en mijn wenkbrauwen gedaan. Mijn wenkbrauwen kunnen er misschien een beetje anders uitzien, want ik heb henna-brows laten doen gisteren door een meisje die net is begonnen, dus ze wilde nog een beetje oefenen en zo, en ik was haar oefenmodel. Dus ja, ik heb ze bijna niet eens hoeven in te kleuren. Echt ideaal henna brows. En het blijft 2 weken zitten. Tenminste, dat is wat ze zeggen. Ik heb het nou pas 1 dag. Dus vandaar dat het misschien een beetje blokkerig lijkt of zo. Maar goed. Ik ga eerst mijn gezicht primen. Ik heb hier... Ik weet alleen niet hoe je deze collectie uitspreekt. Het is dus gewoon B.A.E. Is het dan de B-collectie? Ik ga gewoon deze hele video lang B-collectie zeggen. I don't know of ik het goed zeg. Correct me if I'm wrong. Ik heb hier de Before Anything Else B Collectie Master Prime Oil. Ik dacht, oh, een olie is super handig, want ik heb een droge huid. Dan wordt mijn huid minder droog. Maar er staat hier op het flesje ideaal voor een vettige huid. Oké. Ik heb geen vettige huid. Oeh, dat is een dure olie. Deze is €7. Ik heb altijd in mijn hoofd dat het helemaal goedkoop is ofzo. Maar op zich is het helemaal niet heel erg goedkoop. Het is een beetje Maybelline prijzen. Kan ik het gewoon zo doen? Deze ruikt super lekker. Hij is ook heel fijn. Hij is niet te vettig. En hij geeft een hele mooie glow aan mijn gezicht. Je kunt het ook echt zien op camera volgens mij. Je ziet hier helemaal die glow en hier. Dus ik weet niet echt waarom het erop staat voor oily skin. Maar ik zou dit eerder aanraden voor een droge huid. Oké, dan foundation. De foundation van deze collectie is echt belachelijk. Ik ga het gewoon meteen zeggen. Het is echt letterlijk belachelijk. Ze hebben een gewone vloeibare foundation. Die heb ik hier in 2 kleuren. En ze hebben een poeder foundation. Ik gebruik nooit poeder foundation. Dus ik heb de vloeibare gekozen. De poeder foundation was er in maar liefst 4 kleuren. En deze vloeibare foundations waren er volgens mij in iets van 8 kleuren maar. En ook de kleuren was echt like 5 witte kleuren. Medium kleur. Medium kleur en donkere kleur. Dit zijn de donkerste en de op 1 na donkerste kleuren. Kijk dit verschil. Deze is te donker voor mij. Deze is te licht voor mij. En de rest waren allemaal nog lichter dan deze. Dus ik vind de kleuren echt belachelijk. Ik heb ze dus allebei gepakt om te gaan mixen. Ze zijn €5 per stuk. En ik hoop dat als ik ze mix, ik enigszins een goede kleur krijg. Er staat op dat het een lichtgewicht foundation is. Dat is altijd fijn. Ik heb hier de kleur 05 Toffee. En ik heb hier de kleur 06 Chocolate. En er staat ook op dat je ze moet schudden voordat je het gebruikt. Dat moet ik niet vergeten, want dat doe ik echt nooit. Nou, dit zijn dan de 2 kleuren. Ik ga eerst beginnen met alleen maar die lichte kleur aan te brengen. Misschien gaat die toch wel goed zijn. En anders meng ik een beetje van die bruine erbij. Ze voelen al gelijk heel vloeibaar aan. Hij is ook een beetje roze. Ik ga toch een beetje mixen met die donkere kleur. Ja, dat is toch iets beter. Mensen, ik ga ze toch gewoon mixen. Ik hoopte nog dat die lichte kleur gewoon goed zou zijn. Maar... Nee. Het heeft een beetje een dekking van een BB cream.
Terwijl ik de kleuren mix, by the way, pak ik wel iets meer van die lichte kleur dan van die donkere kleur. Mensen, ik breng nou laag 2 aan om te zien of ik iets meer dekking kan creëren. Nou, je kunt hem zeker opbouwen. Ik had 1 laagje gedaan en toen was het echt een hele lichte dekking. En toen met laag 2 kreeg ik echt oprecht iets meer dekking. Het is geen matte finish, het is een beetje een naturel finish. Ik vind de finish mooi, maar ik weet niet wat ik hiervan vind. Ik vind dat hij best wel veel textuur heeft. Ik vind mijn gezicht niet heel smooth nou. Oké, ik had het gevoel dat ik een beetje was overbelicht, waardoor jullie niet alles goed kunnen zien. Ik heb nou de belichting iets minder gedaan. En ik heb het gevoel dat jullie nou alles iets beter kunnen zien. Oké, dan concealer. De concealer zagen er een stuk beter uit. Ik denk dat ik een goede kleur heb gevonden voor mij. Dit is de No More Spots concealer. Ik heb deze in de kleur 02 Neutral. En deze is ook 5 euro. En heeft zo'n hele mooie applicator. Vind ik altijd heel fijn. Dit is dan de kleur. De kleur leek echt perfect voor mij. Het is een beetje een licht beige kleur. De kleuren van de concealers waren een stuk beter dan van de foundations. Oh, by the way, heel deze lijn is vegan en dierenvriendelijk. Is misschien ook fijn om te weten. Er staat verder niet op wat voor finish het zou hebben of wat dan ook. Dus ik ga het gewoon aanbrengen op alle plekken waar ik altijd concealer aanbreng. En dat is hier onder mijn ogen. Hij brengt echt heel fijn aan. Ook zo hier op mijn kin. Volgens mij heeft deze ook iets meer dekking dan de foundation. En dan blend ik het gewoon zo in met mijn beauty blender. Zo, dit blendde heel snel uit. Normaal ben ik echt nog wel even aan het inblenden. Maar dit ging echt super snel. Heel erg fijn. Hij heeft niet super veel dekking. Misschien een beetje een medium dekking. Ik wil altijd van een concealer heel veel dekking. Want ja, het is een concealer, dus hij moet concealen. Wauw, hij blendt echt super snel in. Ja, dit is... Wauw. Ik kom gewoon niet eens uit mijn woorden. Het heeft een beetje ook een naturel finish. Er zit een kleine glansje op, dus hij is niet mat. Hij blendt super snel uit. De kleur is echt perfect. Hij is niet super, super dekkend. Het is gewoon een beetje een medium dekking. Dat is echt prima voor gewoon de alledaagse meid. Als je niet zoveel plamuur wilt op je gezicht. En hij is maar 5 euro. Wauw, ik vind hem echt heel fijn. Ik denk dat ik hem ook in een iets lichtere kleur zou halen. Want nu is hij iets te veel mijn huidskleur. En ik wil het altijd heel licht hebben onder mijn ogen. Oké, dan ga ik ook mijn gezicht baken en poederen. Daarvoor heb ik de Banana Poeder. Deze heet Shake Up Baking Powder Banana. En er staat op dat hij mat maakt. En conceals dark circles, dus dat hij de donkere kringen ook bedekt. Hij is maar 5 euro en ik hoop niet dat hij te geel gaat zijn. De verpakking is echt de precies exacte verpakking van de Revolution poeders. Dus ja, ik ben benieuwd. Ik ga hem gewoon proberen. De concealer creased wel, dus je moet wel snel poeder erop doen. Maar ja, welke concealer creased nou niet? Deze poeder ruikt letterlijk naar banaan. Het is ook een banana poeder. En ze hebben me gewoon letterlijk de geur gegeven van een banaan. Dat vind ik wel echt hilarisch eigenlijk. Hij is heel mat en ik heb ook echt het gevoel dat hij iets meer dekking geeft. Dus wat erop staat doet hij ook echt naar mijn gevoel. Alleen is hij helaas wel te geel voor mijn huidskleur. Dus als je wat donkerder zou zijn, dan zou dit een hele fijne poeder zijn geweest. Ik wou maar dat ze ook een soort van lichte variant hadden gemaakt voor mensen met een wat lichtere huidskleur. Ik ga hem ook een beetje op de rest van mijn gezicht doen. Om het allemaal een beetje mat te maken en iets meer dekking te geven. Nou, ondanks dat ik de kleur persoonlijk iets te geel vind, vind ik de poeder super mooi en heel fijn. Hij is echt mooi mat. Hij is niet zo dikke cakey mat. En hij geeft echt iets meer dekking. Dus ik zou deze poeder zeker aanraden als hij matcht met jouw huidskleur. Dan heb ik hier een contourpaletje. Dit is nummer 1. Je hebt er 2. Dit contourpaletje is €11,50. Ook weer een beetje aan de dure kant. Ik vind de verpakking ook een beetje cheap en een beetje grof. Ik hang hier van dit soort grote bulky verpakkingen. Maar goed. En je hebt hier een bronzer slash contour. Ja, ik denk gewoon contour, want het is een contourpalet. Een blush en een brightening poeder. Ik ga deze poeder even onder mijn ogen doen om het iets lichter te maken. Daarvoor pak ik ook gewoon een spons en dan druk ik het er gewoon zo in. Ik heb hem nou hier wel en hier niet. Je ziet echt een verschil. Hier is het nou iets lichter. Ik had wel gewild dat hij misschien iets gepigmenteerder was. Want ik heb het gevoel dat als je hem zo indrukt, hij ook een beetje verdwijnt ofzo.
Dat is dan wel weer minder. Ik heb betere poeders gezien. Bijvoorbeeld die van Essence is beter dan deze. Dan ga ik contouren met deze contourkleur. Hij lijkt heel fijn. Hij is een beetje koeltoonbruin. En dan ga ik eerst mijn neus contouren. Ik begin altijd hierboven. En dan sleep ik de rest gewoon zo naar beneden. Ik pak niet meer poeder. En dit doe ik ook dan aan de linkerkant. Ja, perfecte kleur jongens. Dit is echt een hele mooie contourkleur. Er komt ook niet te veel kleur vanaf. Vind ik ook fijn. Want ja, als je één ding niet wilt, is het zo'n bruine vlek op je neus of op je gezicht. En dan ga ik ook een beetje hier bij mijn wangen contouren. Ja, ik vind de kleur heel mooi. Hij is ook heel subtiel. Niet te veel. En dan blend ik de neuscontour nog uit met deze schone kost. Nou, dan blijft alleen nog de blush kleur over. Maar die breng ik straks aan. Er zit by the way ook een spiegeltje in. Alleen die is echt helemaal bekrast en alles. Terwijl hij was gewoon nog dicht. Dus ja, ik weet niet hoe dat komt. Dan heb ik nog deze Stick oogschaduw primer van deze collectie. En deze is slechts 4 euro. En daarmee ga ik mijn ogen eventjes primen voordat we gaan beginnen aan de oogschaduw. Nou, zo ziet de Stick eruit. Hij is gewoon wit. Hij geeft verder ook geen kleur af. Ik weet niet echt wat dit zou moeten doen. Een oogschaduw primer is toch wel fijn als hij kleur corrigeert. Oké, hij doet echt helemaal niks. Hij plakt niet eens. Letterlijk niks doet hij. Dan heb ik hier een heel schattig Don't Miss Eyeshadow Palette. Dit paletje hadden ze in 4 varianten en deze is 7,50 euro. Ze hadden ook nog een ander paletje en wat losse oogschaduwen en ook wat cream oogschaduwen. Maar ja, ik heb gewoon gekozen voor deze. 7,50 euro is ook weer een beetje aan de dure kant voor een oogschaduwpaletje met maar 6 kleurtjes. Wat mij wel echt meteen opvalt is dat het alleen maar glanzende kleurtjes zijn. Als je mijn kanaal al lang volgt, ik hou van oogschaduwpaletjes waarmee ik een volledige look kan maken. En bij een volledige look moet ik matte kleuren hebben. Want ik moet gewoon wat matte kleuren in mijn crease kunnen doen. En als er dan alleen maar glanzende kleuren bij zitten, ben ik weer genoodzaakt om een andere matte kleur te pakken. Of mijn bronzen, first world problems. Is weer allemaal gezeik, allemaal extra energie. In een oogschaduwpalet wil ik gewoon alles hebben. Maar goed, ik ga gewoon hiermee een look proberen te maken. Ik zie dat deze niet heel glanzend is, dus misschien kan ik die in mijn arcadeboog gebruiken. Nou, ik heb ze eventjes hier op mijn hand geswatcht. Op zich swatchen ze oké. Deze alleen iets minder. Deze middelste kleur was, zoals ik al verwachtte, het meest matte. Maar er zit toch wel een lichte glans doorheen. Ik pak eerst deze buitenste kleur. Een hele mooie glanzende kleur. En die doe ik hier onder mijn wenkbrauw. Om het een beetje te liften. Super mooie kleur. Niet too much. Dan pak ik deze middelste kleur. Een beetje een paarsige roze kleur. En met de fluffy kwast ga ik die zo in mijn hele arcadeboog doen. Ja, op zich is die wel mat genoeg. Godzijdank. Ik wil altijd echt wat matte kleuren hebben. Oh, ik krijg by the way best wel vaak de vraag over waarom ik in mijn YouTube video's altijd een cut crease maak. Ik maak altijd een cut crease omdat mijn video's vooral reviews zijn. Dus ik wil make-up laten zien en proberen en kijken wat ik ervan vind. Ik heb hooded ogen waardoor dit velletje zo op mijn ooglid valt. Dus vaak als ik geen cut crease maak, dan komt de oogschaduw alleen maar onder dat velletje. Waardoor je de make-up niet goed kunt zien. Dus de reden dat ik altijd die cut crease maken is zodat ik de illusie kan wekken dat ik gewoon normale ogen heb, waardoor je de make-up beter kunt zien. En aangezien ik video's maak en jullie ook de kwaliteit en de kleur en alles moeten kunnen zien, is een cut crease de makkelijkste manier om het zo goed mogelijk te laten zien. Nou, de kleur is heel subtiel, niet too much, vind ik gewoon prima. Hij blendt heel fijn mee. Dan pak ik deze prachtige paarse kleur ernaast. En die ga ik ook een beetje in mijn arcadeboog doen. Niet te veel en ook vooral aan in de buitenste hoek. Om het allemaal een beetje paarser te maken. Ook deze paarse kleur blendt geweldig. Hij valt wel iets lichter uit op mijn oog dan hoe die eruit ziet in het paletje, vind ik. Maar daar ben ik op zich wel blij mee. Want het hoeft allemaal niet zo donker. Vooral omdat ik het een beetje blend in mijn arcadeboog. En dan pak ik weer die lichtste kleur in het begin om de randen mee uit te blenden. En dan pak ik deze donkerste paarse kleur in het paletje. Ik ga by the way elke kleur in dit paletje gebruiken. Want het is echt genoeg om een hele look te maken. Ik liep net te klagen over dat dit niet een paletje gaat zijn waarmee ik een hele look kan maken. Maar dat is hij wel eigenlijk. En deze ga ik met een hele kleine fluffy kwast een beetje in de buitenste hoeken aanbrengen. Omdat ik hem met een fluffy kwast aanbreng, gaat hij niet te intens zijn.
En dat is wat ik wil. Ik wil hem niet te donker hebben. Ik wil hem gewoon een beetje, dat hij een beetje de hoeken donkerder maakt. Mensen, geweldig. Ook deze kleur is weer super mooi. Blendt heel makkelijk in. Ondanks dat het een hele donkere kleur is, is hij niet patchy. En blendt hij gewoon heel makkelijk met de rest van de kleuren. Ik vind blending altijd heel belangrijk. Want blending is gewoon belangrijk als je oogschaduw doet. Het moet gewoon allemaal heel mooi in elkaar blenden. En dan pak ik weer die eerste kwast waar ik verder niks meer op doe. En dan blend ik gewoon alles een beetje zo in elkaar. En nou wil ik deze gouden kleur over mijn hele ooglid gaan doen. Als ik nou gewoon normale ogen had gehad, kon ik het gewoon zo mooi aanbrengen. Waardoor je het gewoon meteen goed zag. Maar zoals ik al zei, ik heb dus hooded ogen. Dus ik moet echt weer zo'n cut crease maken, waardoor je het goed gaat zien. Dus sorry voor alle mensen die klagen dat ik altijd een cut crease maak. Maar als je het goed wilt zien, let me be. Dankjewel. Ik gebruik weer gewoon die concealer van net. Oké, cut crease is gemaakt en ook een beetje afgepoederd met wat witte losse poeder. Dan pak ik deze mooie gouden kleur. Ik maak ook weer mijn kwast nat met MAC Fix Plus. Dan breng ik het gewoon zo aan over de hele cut crease. Oh, op mijn ogen is hij wel minder goud dan in dit paletje. Misschien moet ik hem aanbrengen met mijn vinger. Misschien maakt dat verschil. Niet per se. Nou, deze kleur valt een heel klein beetje tegen. Ik vind hem niet gepigmenteerd genoeg. Ik vind hem niet goud genoeg. Het is bijna gewoon een hele lichte champagne kleur. Terwijl als je zo in het paletje kijkt, verwacht je wel gewoon echt goud, zeg maar. Dan pak ik weer die donkerste kleur uit het paletje en die kleine kwast. En dan ga ik het hier inblenden met de gouden kleur. Dan pak ik weer deze paarse kleur. En die ga ik ook zo aanbrengen op mijn hele onderste wimperrand met een heel klein penseelkwastje. En dan pak ik deze donkerste paarse kleur. En met dezelfde kwast ga ik daar een beetje overheen. Maar nu blijf ik iets dichter bij mijn wimperrand. Ik heb geen oogpotlood van deze collectie. Dus ik gebruik even mijn Lord & Barry paarse oogpotlood. Dit is in de kleur 0112 Smart Purple. En die doe ik even in allebei mijn waterlijnen. Ik weet by the way even niet meer of ze gewoon überhaupt geen oogpotloden hadden. Of hem wel hadden en ik hem gewoon niet heb gepakt. Want ik heb deze collectie snel in mijn halve uur pauze op werk gekocht. Want anders kon ik hem niet online plaatsen zo snel. Dus ja, misschien dat ze gewoon oogpotloden hebben. I don't know. En dan de enige kleur die ik nog niet heb gebruikt uit het paletje. Deze hele mooie lichte champagne glanzende kleur. En die doe ik hier in mijn binnenste ooghoek. Oeh, die is ook heel mooi. En dit is dan de ooglook met het paletje. Ik vind het dus een heel mooi paletje. Ik heb elke kleur kunnen gebruiken voor deze look. Alle kleuren blenden super mooi. Er is helemaal geen fallout op mijn oog. Niks raars. De enige die me een beetje teleurstelde was de gouden kleur op mijn ooglid. Omdat ik hem persoonlijk niet goud genoeg vond. Maar ik vind hem nou ook mooi. Ik vind hem absoluut niet slecht. Deze collectie heeft ook deze eyeliner pen. Wat is deze pluk aan het doen? Deze collectie heeft ook een eyeliner pen. Dit is de 12 uur matte deep black eyeliner pen. Dus ik ga ervan uit dat hij super zwart is en 12 uur lang blijft zitten. Hij is maar 4 euro en zo ziet hij eruit. Hij is super dun, hou ik van. Kun je lekker goede wings maken. Ik heb al een eyeliner pen van de HEMA. Deze is ook 4 euro. Deze ziet er zo uit. Dus als je ze een beetje naast elkaar doet, is die van deze collectie iets korter. Deze vind ik echt super fijn. Deze eyeliner pen. Hij is ook maar 4 euro. Zo goedkoop. Hij is super super fijn. Het enige wat ik miste aan deze is dat hij niet super zwart is. Dus nu deze er is. En die ook gewoon claimt dat hij deep black is. Dus hoop ik dat hij even fijn is als die andere. Maar gewoon iets zwarter als dat is. Dan is hij echt perfect. Dan heb ik gewoon mijn perfecte eyeliner gevonden voor maar 4 euro. Dus ik ga eventjes hiermee een hele mooie catwing eyeliner maken. Mensen, wat een vreselijke eyeliner. Hij is zo droog. Hier begon hij op zich wel goed. Hij werd goed zwart, maar toen ik hier aankwam, moest ik echt 100 keer eroverheen gaan om het zwart te maken. Ik heb nou hier één lijn aangebracht en dit is wat er gebeurt als je gewoon één lijn aanbrengt. Hij is echt totaal niet zwart. Ik wilde dit gewoon echt even laten zien aan jullie. Kijk, ik ga de hele tijd over de lijn heen. En er komt gewoon bijna niks uit. Het is gewoon alsof hij super droog is. En hij is gewoon totaal niet zwart. Jullie hebben nou letterlijk gezien hoe vaak ik daar overheen ben gegaan. Dit is echt waardeloos. Ook vind ik het niet fijn dat het puntje is heel erg dun. Maar dit wat eronder zit is super breed en groot. Dus als je zo je wing aanbrengt kun je bijna dit puntje niet eens zien. Want heel de dingen zitten voor. Waardoor je niet eens goed kunt zien wat je
aan het doen ben. Dus mensen, deze is echt een faal. Dus ja, ik ga wel even proberen die wing af te maken met deze. En dan kom ik zo bij die terug. Ik heb een klein beetje gecheat. Want mensen, het lukte gewoon niet meer met deze. Er kwam gewoon letterlijk niks meer vanaf. Dus ik heb deze gebruikt om deze wing af te maken. Deze is echt super fijn. Oké, dan mascara's. Ze hadden best wel veel mascara's. Iets van 4 of 5 verschillende soorten. Ik heb hier de meest dunne. De Lash in a Tube Skinny Mascara. Deze is 6 euro. Ook best wel goedkoop voor een mascara. En er staat op, ideaal voor de onderste wimpers, omdat die dus zo dun is, neem ik aan. En omdat ik altijd neppe wimpers op heb, vind ik het belangrijker hoe mijn onderste wimpers eruit zien dan de bovenste, omdat je de bovenste toch niet ziet. Dus ik dacht, ik koop deze. Nou, zo ziet hij eruit. Hij is inderdaad super dun, heel apart. Ik vond het wel heel apart dat ze zoveel opties hadden. Op zich is dat wel fijn, want dan is er voor iedereen hopelijk een perfecte mascara. Je had ook een hele dikke, je had een waterproof, je had echt van alles. Het deed me allemaal een beetje denken aan de Essence mascara's. Deze mascara brengt heel fijn aan, maar hij is wel heel dikkig of vettig. Ik weet niet precies hoe ik dit goed kan uitleggen eigenlijk. Ik ben hem nou op mijn bovenste wimpers aan het doen, maar omdat hij zo kort zijn, kun je daar toch bijna niks zien. Dus ik ga het zo meteen ook gelijk op de onderste zien, zodat we toch iets beter kunnen zien wat we ervan vinden. Ik praat altijd in we, alsof wij hier met z'n allen nou deze video maken. Oké, dan nou de moment suprême waar het om gaat, de onderste wimpers. Nou, voor de bovenste wimpers is hij vreselijk, maar voor de onderste is hij echt heel mooi. Er staat ook echt op, ideaal voor de onderste wimpers. Ik weet niet of het echt alleen maar voor de onderste wimpers is, of gewoon voor allebei, maar gewoon iets beter voor de onderste wimpers. Maar ik raad deze wel echt aan voor alleen maar de onderste wimpers. Nou, ik heb weer lekker mijn AliExpress 3D nep wimpers op. Ik weet weer niet meer welke het zijn. Zoek gewoon op 3D Mink Lashes en dan vind je altijd mooie wimpers bij de AliExpress voor maar 2 euro. Ik heb ook geen bronzer van deze lijn. Ik weet niet of ze hem hebben of dat ik hem gewoon niet heb gezien of whatever, maar ik heb hem niet. Dus ik ga heel even snel mijn gezicht bronzen met een matte NYX bronzer in de kleur medium. Want we moeten wel een beetje gebronsd zijn, hè? Dan pak ik weer mijn contourpaletje en dan pak ik deze middelste peachy oranje kleur. Hij lijkt een beetje te licht voor mij, dus ik hoop dat hij wel een beetje kleur afgeeft. Hij is gewoon mat, er zit verder geen glans of zo. Ja, volgens mij is hij iets te licht voor mij. Want ik zie wel echt kleur, maar het is gewoon, ja, heel licht. Ik denk dat als je een lichtere huidskleur hebt, je deze wel mooi gaat vinden. Want ik vind de kleur op zich wel mooi. Dan heb ik hier de Mermaid Highlighter Palette. Je had hem volgens mij in 2 varianten. En deze is 10 euro. Best duur weer voor 3 kleuren. Dit zijn dan de 3 kleuren. Het zijn wel hele verschillende kleuren. Vind ik wel fijn. Je hebt hier als eerste Magic Teal. Dit is een beetje een iridescent kleur. Een beetje met zo'n paars-roze shift. Dan heb je hier een hele geel-gouden kleur. Die heet Gold Reef. Deze gaat echt heel mooi zijn op een wat donkerdere huidskleur. Heel mooi zo geel. En dan als laatste de kleur Twinkle Seal. Skills, I don't know. En deze is heel lichtroze. En dit gaat weer heel mooi zijn op een hele lichte huidskleur. Ik ga 2 kleuren mixen. Deze 2, de lichtroze en de meer gouden. Ik doe iets meer van die gouden kleur. Op zich is hij niet heel goud. Mensen, ik vind het mooi. Het is lekker heftig. Vind ik altijd heel mooi. I like it. Als je niet houdt van heftig, dan misschien niet. Dan pak ik een beetje van die kleur Twinkle Seals. En die doe ik ook een beetje op mijn voorhoofd. En ook een beetje op mijn neus en in mijn binnenste ooghoeken om die ook wat heftiger te maken. Prima paletje, ik vind hem mooi. Als er een champagne kleur in had gezeten, had ik hem helemaal geweldig gevonden. Dan nog de lippen. Voor de lippen hadden ze ook echt van alles. Metallic lipsticks, gewone lipstick, lipglossjes. Ze hadden echt van alles. Ik heb hier een matte liquid lipstick. De Dry Matte Liquid Lipstick, zo heet die. Super mooie kleur. Ik dacht, die gaat mooi matchen met dit oogschaduwpaletje. Vandaar dat ik die kleur heb gekozen. Ik heb hem in de kleur 05 For You. Ik sta wel een beetje versteld van het feit dat ik geen lipgloss heb gepakt. Ik weet niet waarom. Misschien in de haast ben ik het vergeten. Want ik hou van lipglossjes. En ik hou eigenlijk helemaal niet van matte lipsticks. Omdat mijn lippen al zo droog zijn. Oké, dan ga ik de lipkleur langzaam aanbrengen. De applicator vind ik ook heel fijn. Hij is een beetje gebogen, waardoor hij fijn aanbrengt. Beetje mat laten worden. Deze lipstick is by the way 5,50 euro. Ik vind hem super mooi. Ik heb maar 1 laagje aangebracht. Ik hoefde maar 1 laagje te hebben voor allebei mijn lippen. Super mooi. Hij is niet te mat. Ik vind hem gewoon echt. Hij droogt mijn lippen niet per se super veel uit. Tenminste, niet meer dan normaal. Hele mooie kleur. Mest ook mooi met mijn ogen. Ja,
super mooi deze. Ik raad hem zeker aan. Brengt ook heel fijn aan. De applicator is super, super fijn om mee aan te brengen. Je hoeft niet eens een lippotlood te hebben, want hij brengt al gewoon heel mooi strak aan. I really like it. Dan heb ik nog als laatste de Dewy Refresh en Setting Spray van deze collectie. En deze is 6 euro. En er staat op Dewy, dus dat hij je gezicht een glowy finish geeft. Dat staat ook allemaal hieronder. En dat hij je gezicht refreshed. Ik hou van setting sprays die mijn gezicht een beetje glowy maken. Dan is het allemaal wat minder droog. Het flesje is wel echt super vol, want ik wil hem schudden, maar er schudt niet echt iets. Oké, de spray is niet echt fijn. Het is echt zo plup plup in je gezicht. Hij sprayt niet heel mooi, gewoon zo tsch, tsch, zoals een hele zachte mist. Het is echt gewoon plup in je gezicht. Mijn haar is nou ook echt helemaal nat. Oh my god. Ik zie allemaal witte spikkeltjes in mijn haar. Nee, ik vind hem niet fijn. Ik hou meer van een hele zachte mist. Gewoon dat hij zo mooi spreekt overal en niet zo in een straal op mijn gezicht. Dat verpest ook vaak je make-up. Hij plakt ook. Hier is kennelijk heel veel gekomen ofzo, want hier plakt het nou helemaal. Nee, niet fijn mensen. Nou, wat was dit weer een leuke video om te maken. Ik ga geen full day wear test doen, omdat ik eigenlijk al wel weet wat ik ervan vind. Dit is dan hoe de look is geworden. Ik vind het een hele mooie paas look. Ik ben heel blij met hoe ik eruit zie. Ondanks dat ik een paar dingen toch niet zo vond, is de look overal best mooi geworden en ben ik er blij mee. Ik heb hier een aantal dingen die ik absoluut niet aanraad. Ik heb hier een aantal winnaars die de beste zijn en de rest is gewoon ja, normaal. Whatever. Wat ik dus absoluut niet aanraad is de foundation. Ondanks dat mijn huid er nou wel gewoon mooi uitziet, dat heb ik meer te danken aan de concealer en de poeder dan aan deze foundations. En de kleuren zijn niks, ik raad het gewoon niet aan. Deze eyeliner, absolute faal. Ik heb hem letterlijk vandaag voor de eerste keer gebruikt. Ik vind hem echt niet fijn, niet genoeg kleur, die andere is beter. Deze oogschaduw primer die echt geen reet doet. Heb je ook niks aan. En deze setting spray die maakt je gezicht plakkerig. En de spray is gewoon absoluut niet fijn. Drie dingen die ik zeker zeker aanraad. Die ik echt super goed vind. Is deze concealer echt heel erg mooi. Deze concealer heeft ook echt een beetje mijn gezicht gered. Ik vind hem echt prachtig. Samen met deze banana poeder. Ondanks dat de kleur een beetje geel is. Vind ik hem echt heel mooi. Hij zorgt voor iets meer dekking. Hij maakte mijn gezicht super mat. Zonder dat hij het zo cakey droog maakte. Deze twee zo samen gebruikt. Echt geweldig. En deze matte lipstick. Hij droogt mijn lippen niet meer uit dan normaal. Mijn lippen zijn gewoon heel droog. Dus het zal altijd wel droog zijn. Maar de kleur is fantastisch. De applicator is fantastisch. Hij brengt heel mooi en makkelijk aan. Ik vind hem super mooi en ik raad hem zeker aan. En de rest is gewoon, ja, gewoon prima. Deze primer olie, als je een droge huid hebt, ga je hem fijn vinden. Of je nou echt per se iets doet voor mijn make-up, voor de rest volgens mij niet echt. Maar ik vind hem wel heel fijn om een beetje die droge plekken wat minder te maken. Dit highlighter paletje, ik vind hem heel mooi. Ik vind hem niet fantastisch. Ik vind hem gewoon, ja, oké. Deze mascara raad ik alleen aan als jij het prima vindt om hem alleen voor de onderste wimpers te gebruiken. Anders niet. En dit oogschaduwpaletje. Prima paletje, niet slecht, niet heel goed, gewoon oké. Nou mensen, ik hoop dat jullie deze video weer heel leuk vonden. Vergeet vooral niet te liken en te abonneren. Laat me ook vooral in de reacties weten wat jullie vonden van de video. Of je nog video suggesties hebt. Of nog dingen zijn die ik nog niet eens weet. Zoals deze HEMA collectie heb ik ook door jullie ontdekt. Dus laat vooral een leuke comment achter. En dan plaats ik hier twee video's die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht om makkelijk te kunnen abonneren. En klik ook op het belletje. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij mijn volgende video. Die komt aanstaande woensdag om 1 uur. En is ook weer super leuk. Die wil je echt niet missen. Nou, doeg!